Petrus, niet voor engeltjes. Sammy, zaterdag vatten we speeldag 10 als vierde aan in het klassement. Is dit een verrassing voor jou? Ja, verrassing. Ik denk als we voor het seizoen hadden gedacht om op de vierde plaats te staan na 9 wedstrijden, dat we gingen gezegd hebben, ja, oké, maakt iemand anders dat wijs. Maar goed, ik denk dat de ploeg verdient om op die vierde plaats te staan. We hebben heel hard gewerkt in de voorbereiding en nu die 9 wedstrijden hebben we eigenlijk buiten Mons, wat een minder prestatie was tegen Mons, hebben we daar buiten echt goed gespeeld en hebben we altijd verdiend gewonnen. Inderdaad, nu is de competitie goed op gang. We zijn morgen 10 speeldagen ver. Hoe blik je zelf terug op jouw seizoensbegin? Goed, tevreden. Ik denk dat ik stilaan terug in mijn niveau van de eerste 2 jaar aan het bereiken ben. En goed, mijn voorbereiding was goed. Ik heb een goed gevoel. De kwetsuren zijn ook voorbij. Geen lichte kwaaltjes meer. En dat voelde ook goed. En goed, nu hopelijk dat kan doordoen op het niveau dat ik nu bezig ben. En goed, dan ga ik heel tevreden zijn. Wat opvalt, we spelen nagenoeg al het ganse seizoen met dezelfde achterlinie. Enkel op de linksback zijn er een paar verschuivingen gebeurd. Is dat ook, legt het mee aan de basis van die positieve resultaten? Ja, ik denk het wel. Als je ziet dat Karel en Steve en ik zelf al 5 jaar samenspelen, moeten we niet veel woorden meer aan vuil maken tegen elkaar. We moeten niet veel spreken. We weten al wat we kunnen verlangen van elkaar. En nu met de nieuwe linksbak ook. Hij is Nederlandstalig, wat ook positief is. En van Davy ook, met heel wat ervaring achteraan ook. Dat is wel positief. Wat ook opvalt, in tegenstelling tot vorig jaar, doen we het op verplaatsing toch wel vrij goed. We hebben al 9 punten gesprokkeld uit matchen. Op Standaard, op Leuven, op Lierse gaan winnen. Ja, dat is niet elke ploeg gegeven, zeg maar. Ja, nee, inderdaad. Ik denk dat we vorig jaar in die 3 wedstrijden niks haalden. Of misschien 1 puntje in Leuven en nu halen we daar 9-9 op. Dus dat is denk ik ook een surplus en een bonus dat je kunt meenemen. Maar goed, dat wil ook zeggen dat de groep zich goed voelt. We spelen met vertrouwen, we willen vechten voor elkaar en je ziet dat ook op training. We werken hard naar het weekend toe en dan kunnen we ook een beloning hebben in het weekend. Zaterdag wacht Cercle. Ja, een vrij moeilijke partij, denk ik wel. Ze hebben vertrouwen kunnen tanken uit die bekerpartij, uit hun winst vorige week tegen Charleroi. Hoe hebben jullie zich voorbereid op de wedstrijd tegen Cercle? Maar goed, we mogen ze zeker niet onderschatten. Ik denk dat Cercle veel kwaliteit in huis heeft. Ik denk dat ze ook te laag staan voor hun kwaliteit dat ze hebben in de ploeg. Maar goed, als het niet draait van in het begin, wordt het soms moeilijk. We hebben dat ook vorig jaar gezien. En dan moet je echt vechten tot op het laatste om het behoud te verzekeren. Maar nu zaterdag mogen we ze vooral niet onderschatten, want ik denk ook dat ze nu iets meer vertrouwen gaan hebben met de overwinning thuis in Charleroi. Dus moeten we oppassen. Ja, vorig jaar hebben we toch maar 1 puntje gesprokkeld van de 6 die er tegen Cercle te sprokkelen vielen. Zijn jullie op jullie hoede? Ja, ik denk het wel. Goed, we spelen natuurlijk ook thuis. We hebben ook iets recht te zetten. De laatste 2 wedstrijden thuis hebben we hier niet veel punten gerapt. En hopelijk kunnen we dan niet terugkeren in een overwinning. Maar ik zeg nog een keer, als we kunnen dezelfde mentaliteit op het veld brengen zoals tegen Lierse, dan denk ik dat we al enorm positieve zaak doen. Dat denk ik ook. Dank u wel, Sammy Bossiet.